Toen ik het voor het eerst las, dacht ik, ja, hallo, je bent iemand die gewoon alles doet. Je gaat vreemd, je geeft geen aandacht aan je liefde en aan het einde zeg je, ja, maar schatje, ik wilde gewoon alleen even testen hoeveel je van me houdt. Dus zo las ik hem voor het eerst. En daarna dacht ik, dat doen we eigenlijk allemaal, vooral in de liefde. Dan ga je kijken wat je grenzen zijn. Dan, kijk, nu in de moderne tijd hebben we dat je even 2 dagen niet belt. Of dat je juist, weet je wel, dat je aan elkaar gaat peilen zonder te vragen, zonder woorden van wat voel jij voor mij en hoe ver kan ik gaan en wat zijn mijn grenzen. En ik weet dat dit mijn plicht is, maar ik wil ook nog zoveel andere dingen en ik weet dat ik dat niet moet doen, maar...